toen duidelijk werd dat ik werd gezocht als maker van de werken, omdat wilden ze het als bedreigend had ervaren, ondanks dat politiewoordvoerders aangaven, we weten niet precies wat deze uitstallingen betekenen. Toen heb ik mezelf aangegeven bij de politie. Kunst is overal om je heen. Kunstpiloten neemt je mee naar de backstage van de Nederlandse kunstwereld. Vandaag zoeken we hier in Den Haag de grens op. De grenzen van kunst. Van kritische kunstenaars die taboes willen doorbreken, tot kunstenaars die letterlijk de landsgrenzen opzoeken. Voor de een is het een hele veilige werkplek hier in Nederland, maar de ander die wordt hier juist gearresteerd. Hoe ver kan je gaan en waar ligt de grens? We zijn in de stad van vrede, recht en veiligheid. En we beginnen vandaag met iemand die nogal abrupt door de politie van zijn bed werd gelicht en dat allemaal vanwege het verspreiden van deze poster. Er was best wel veel oproer in Politiek Den Haag en ik ontmoet zometeen de maker, de kunstenaar en ondertussen ook de directeur van het Today's Art Festival. En hij heeft als geen ander ondervonden hoe het is om met kunst de grens op te zoeken. Dag Olof. Sol. Aangenaam. Wat zien we hier en wat is het? Je ziet hier de skyline van Den Haag met het Vredespaleis, symbool voor recht en vrede. En dat staat in brand. Was het jouw bedoeling om te shockeren? Niet zozeer shockeren, want de hele campagne was vrij gelaagd. Er zaten een paar krachtige beelden in, maar ook een paar beelden die gingen over macht. En eigenlijk is dit in een tijd bedacht dat, in Iran ging het mis na de verkiezingen. De economische crisis sloeg om zich heen wereldwijd. De vogelgriep was gaande. Dus dat was de grote context. Maar hier in Den Haag, conflictmanagement van de wereld in het Vredespaleis wordt hier berecht. En Den Haag is ook een stad van conflicten, zand in het veen. ADO Den Haag in de Koninklijke Schouwburg. Dus voor ons voedingsbodem om daar een campagne omheen te doen. En vooral met krachtige beelden die je normaal elke keer op tv ziet, maar dat is ver weg. En nu in je eigen stad. Wat doet het met je? Ja, want wat doet het met je? Nou ja, voor mij zijn het beelden die ik wel aan mijn kleinkinderen ga vertellen, denk ik. Want ik ben door deze campagne gearresteerd. 2 weken voordat het festival plaatsvond. Deze affiches gingen ook gepaard met een paar filmpjes op YouTube. En die ook hiermee te maken hadden. Die heel erg in die symboliek gefilmd waren. Een paar dagen voor Prinsjesdag. En dat was genoeg voor de AIVD om te zeggen, we gaan die man arresteren. Op last van de burgemeester zelfs. Je wordt wakker op zaterdagochtend en ja. Ze staan naast je bed. Het moet heel bizar zijn. Ja. Had je dat ooit verwacht eigenlijk? Nou, ik had het niet durven dromen eigenlijk. Dit is het mooiste cadeautje wat ze me hebben kunnen doen. Want dat gaf heel veel publiciteit. En dat had zoveel publiciteit dat een postercampagne op zichzelf nooit kunnen genereren. Dus hoe lang heb je vastgezeten? Uiteindelijk een dag. Zwaar verhoord de hele dag. Ik zat er met een glimlach op mijn gezicht. Maar het werd me steeds duidelijker dat ik heel serieus moest zijn. En dat ze dit echt niet leuk vonden. En ik ging natuurlijk vertellen, Steven Spielberg maakt ook films over New York die in de helemaal Armageddon is. En hoe je een president moet vermoorden en dat soort dingen. Blijkbaar is de rol van kunst denk ik toch niet altijd even goed begrepen. En voor mij ging het echt gewoon om interpretatie. Hoe ga je met dit soort beelden om als het bij jou in de buurt is, in je achtertuin? Volstrekt belachelijk dat er opeens een SWAT-team aan je deur staat ongeveer, voor iets als dit. Nou, Nederland staat bekend om zijn tolerantie. Maar ik ben zelf best wel bang dat die tolerantie echt wel naar de achtergrond is. En er is angst, heel duidelijk, misschien zelfs wel paranoia. Dit is een poster. Dit is niet een aanslag. Ik ben ook geen vreemde voor de stad Den Haag. Ik word gesubsidieerd door deze stad. Ik organiseer dit evenement voor de 6e keer. Dus een telefoontje had ook gekund. Maar heb je nou het gevoel dat je hiermee over de grens bent gegaan? Nee, dat denk ik niet. Want het is, er is een hele duidelijke afzender eronder. Waarbij je ziet dat dit niet een propaganda is of wat dan ook. Ik denk dat het precies zijn doel heeft geraakt, namelijk hoe ervaar je conflict als hij dichtbij komt. En
Wat ik net zei, conflict is ook wel iets heel moois. Maar als er een grens zou zijn, waar ligt die grens dan? Die is niet aan mij, denk ik, om die aan te geven. Ik geef alleen maar, ik druk op een paar knopjes, zeg maar, en ik heb een idee. En ik programmeer er een festival omheen, maar ik ben niet degene die de grens aangeeft. Ik ben ook zelf niet degene die zegt... Maar wel bewust opzoekt? Ja. Mensen mogen best wel nadenken en daar iets van vinden. Conflict is eigenlijk ook goed, maar hoe bedoel je dat? Conflict, nu zijn het oorlogsbeelden, maar je kan ook een conflict hebben met je vriendinnetje. Dan vecht je het even lekker uit. Ik denk dat je daarna een hele leuke avond hebt als het goed gekomen is. Zou het heel saai zijn, een wereld zonder conflicten? Ik denk het wel. Ik denk dat je ook geen vrede zonder oorlog. Dat is wel heel duidelijk, hè? Je hebt geen vrede zonder oorlog. Het is gewoon wel waar. Mag ik je bedanken? Ja, heel graag gedaan. Dat we de vrijheid van meningsuiting in Nederland hoog in het vaandel hebben staan, dat mag duidelijk zijn. Maar toch is sinds 9/11 en de moord op Theo van Gogh deze vorm van vrijheid meer ter discussie komen te staan. En ook binnen de kunst, of misschien wel juist binnen de kunst. Mijn volgende gast is zelf ook niet vies van spraakmakende en prikkelende statements die mensen tot nadenken aanzetten. En dan heb ik het over Jonas Staal. Hij kreeg in 2005 landelijke bekendheid met zijn Geert Wilders werken. En dit waren een soort van gedenkmonumentjes met foto's van Geert Wilders, bloemen eromheen, kaarsjes en teddybeertjes. Noem het maar op. Het leek allemaal in ieder geval een beetje op de gedenkmonumentjes na de moord op Theo van Gogh en Pim Fortuyn. Maar het OM was daar echt niet blij mee. Zo erg, ze dachten dat het namelijk een bedreiging was aan het adres van Geert Wilders en hebben hem gearresteerd. En ik spreek hem hier bij de Tweede Kamer. Sol, aangenaam. Aangenaam. Hoe is het? Uitstekend, met jou? Ja, hartstikke goed. Mag ik stellen dat jij best wel een beruchte kunstenaar bent? Dat mag je stellen, dat laat ik helemaal aan jou. Maar wat vind je zelf? Ik zou mezelf nooit zo omschrijven, nee. Nee? Nee. Maar je bent toch best wel vaak in aanraking geweest met bijvoorbeeld politie? Nou, ik zoek wel de confrontatie met de politiek in de breedste zin van het woord. Ja, dat is waar. En wat gaan we nu doen? We gaan op bezoek bij de vrijdenkersruimte in de kantoorruimtes van de PVV en de VVD. Dit is waar de vrijdenkersruimte is gehuisvest. Een tentoonstellingsruimte voor gecensureerde kunstenaars. Dat is in de woorden van de VVD en PVV waarom het zo belangrijk was om deze ruimte te maken. Naar aanleiding van een aantal incidenten. Kunstenaars die vervolgd werden, kunstenaar die vermoord is, Theo van Gogh, de filmmaker en schrijver. Een veelheid van kwesties die langskwamen, kleine mediarellen opleverden. Dat was de aanleiding eigenlijk om deze ruimte te maken, zodat de kunstwerken ergens konden hangen. Zonder dat ze te maken hadden met censuur of druk van buitenaf. Dit is het sleutelwerk eigenlijk in de vrijdenkersruimte. Deze poster hangt vanaf het begin af aan. Dit is eigenlijk waarmee VVD en PVV hebben geprobeerd te zeggen van... Hier ging het eigenlijk mis met de moord op Theo van Gogh in 2004. Dat was het begin, een soort van de moord op de vrijheid van meningsuiting. Dat was het moment dat iedereen bang werd om te zeggen wat ze wilden. En waar het moment ook dat er een veelheid van kwesties rondom kunstwerken en culturele spelers, om het zo maar te zeggen, is ontstaan. Wilders heeft meegewerkt aan deze tentoonstelling, maar waarom hangt dan dit werk hier? Is zelfs de bedenker van de vrijdenkersruimte. Dit is eigenlijk het andere. Dit zijn de twee uitersten eigenlijk van kunstwerken die in de vrijdenkersruimte hebben gehangen. Deze hangt hier omdat de Tovik Dibi, een politicus voor GroenLinks, na de opening van de vrijdenkersruimte zei: wacht even, censuur door vanuit de islamitische hoek. Het gaat nog wel een stap verder. Er zijn ook andere mensen vanuit andere politieke bewegingen die ook met censuur te maken hebben. En de poster is ook uit roulatie genomen. Echt? Ja, en daarop ontstond een heel interessant conflict, omdat de VVD zei, ja, als ze niet veroordeeld zijn, dan hoort het erbij. Hè? Vrijdenkersruimte gaat over censuur in de breedste zin van het woord, hoewel het thema overduidelijk censuur vanuit islamitische hoek was, zeiden zij van, ja, dat kan. Maar de PVV zei, ja, wacht even, nee, het thema van de tentoonstelling van de vrijdenkersruimte is censuur door moslims. En dit is geen censuur door moslims. Dus toen bleek dat begrip vrijheid, waar iedereen heeft daar zo'n positieve gedachte bij. En de VVD en PVV dachten dat ze het over hetzelfde hadden toen ze de vrijdenkersruimte maakten. Maar dat bleek eigenlijk niet zo te zijn. Hè? De vrijheid van de VVD was een hele andere dan die van de PVV. Dus door inmenging van GroenLinks wordt eigenlijk ineens zichtbaar van, hé, wacht even, we hebben het helemaal niet over hetzelfde. En dat is het moment dat ook de vrijdenkersruimte een echt interessante plek wordt. Omdat hier een soort politiek debat plaatsvindt, maar via kunstwerken.
Dit is het introductiebord van de Vrijdenkersruimte. Hier staat eigenlijk een soort korte overzicht van allerlei uitspraken van allerlei politieke denkers en kunstenaars over het begrip vrijheid, geselecteerd door de VVD en PVV toen de tentoonstelling opende. Maar door het conflict waar we het net over hadden, dat is ontstaan, is de naam van de PVV is hier afgeplakt. Oorspronkelijk was het door hun allebei gesigneerd. Maar eenmaal na dat conflict, nadat dat meningsverschil ontstond over welke kunstwerken hier wel en niet mochten staan, is de PVV definitief uit de samenwerking gestapt en is de VVD het eigenlijk in zijn eentje voort gaan zetten. Wat waren nou precies de beelderswerken? Dat was een serie installaties, uitstallingen die ik maakte in 2005. Een serie 21 zogenaamde Berm-monumenten of herdenkingswerken, afbeeldingen van, fotoafbeeldingen van Geert Wilders met witte rozen en kaarsen en een knuffelbeertje. Die ik langs de weg maakte of zeg maar in de openbare ruimte in het park in Rotterdam en Den Haag. En uiteindelijk ben je daarvoor gearresteerd? Nou, ik heb mezelf, zeg maar, toen duidelijk werd dat ik werd gezocht als maker van de werken, omdat Wilders het als bedreigend had ervaren, ondanks dat politiewoordvoerders aangaven, we weten niet precies wat deze uitstallingen betekenen. Toen heb ik mezelf aangegeven bij de politie, toen voor mij het project afgerond was. En naar aanleiding daarvan is een serie rechtszaken heeft plaatsgevonden. En waarin ik ben vervolgd voor bedreiging van een politicus, van een lid van de Staten-Generaal der Nederlanden, is de volledige correcte beschuldiging. Ik zie mijn werk vaak meer als een soort sleutels. Van je maakt een kunstwerk en dat brengt een serie, heeft een serie gevolgen met zich mee. Het is een soort van sleutel en dan gaan er zeg maar dingen vallen. En dan komt er een soort van schakel, van gebeurtenissen, mensen die reageren vanuit allerlei verschillende plekken komt precies. En ik ga die proberen weer in kaart te brengen van wat gebeurt er in zo'n heel proces. Vanaf het moment dat ik die werken maak, tot en met die rechtszaken, het documenteren van de rechtszaken. Kan een rechtszaak een kunstwerk zijn? Kan een rechtszaak een debat zijn? Wat gebeurt er op zo'n moment? Ik wil helemaal geen verdachte zijn. Ik was een acteur daarin. Het was mijn theater. Ik had het opgezet. Dus dat zijn allemaal uitdagingen die je daarin aangaat. En dat vind ik een interessant proces. Net als dat voor mij de Vrijdenkersruimte is geen kunstwerk op zichzelf. Het is een verzameling van allemaal verschillende processen en verhalen van verschillende kunstwerken en geschiedenissen die bij elkaar komen. En het ontwarren daarvan, dat is een ongelooflijk interessant proces. En dat geldt voor de Wilderswerken in zekere zin ook. Maar voor mij is er geen verschil tussen het denken vanuit het. Voor mij is het politieke en het artistieke, dat zijn twee. Dat valt volledig samen. Ik kan die niet van elkaar loskoppelen. Mag je hartelijk bedanken, Jonas. Graag gedaan. Mooi. Ik ben op weg naar de Cartoon Movement. Dit is een digitaal platform wat zich inzet voor cartoonisten over de hele wereld. Hier spreek ik Tjeerd over cartoons en de vrijheid van meningsuiting. Cheered. Hi Cheered. Hi. Sol. Hi Cheered. Aangenaam. En waar staat deze beweging precies voor? We zijn een online publicatieplatform en een community voor politieke cartoonisten en voor mensen die van politieke cartoons houden. Mag je dan in Nederland echt alles publiceren? Nou, niet alles. Er is natuurlijk zelfcensuur. Ik denk dat het bekendste voorbeeld daarin is dat elke cartoonist wel drie keer zal nadenken voordat hij Mohammed gaat tekenen. Gewoon omdat dat een veiligheidsrisico met zich meebrengt. Ik geloof dat we majesteitsschenders nog in het strafrechtboek hebben staan. En ik denk dat iedereen zich nog wel herinnert dat Gregorius Nekschot van zijn bed werd gelicht om 6:00 AM vanwege cartoons die hij had gemaakt. Maar in vergelijking met heel veel andere landen ter wereld is het natuurlijk een stuk vrijer hier dan elders. In welke landen is er sprake van censuur? Ja, dat zijn er eigenlijk te veel om op te noemen. We hebben natuurlijk Mexico, waar de drugsoorlog niet alleen het leven van gewone journalisten, maar ook zeker cartoonisten claimt. Zowel aan de ene kant de drugsbaronnen, die cartoonisten aanvallen en bedreigen, maar ook de corrupte regering, die hetzelfde doet van de andere kant. Dus die zit eruit tussen twee vuren. We hebben Zuid-Afrika, waar Shapiro, een van de bekendste tekenaars van Zuid-Afrika en ook een hele bekende op het wereldtoneel, in de problemen zit vanwege religieuze groeperingen in zijn land, ook vanwege de regering. We hebben het hele Midden-Oosten eigenlijk. Egypte, Saudi-Arabië, Syrië, Jordanië, Iran. We hebben Rusland, we hebben China, waar de politieke cartoon eigenlijk nooit is ontstaan vanwege het regeringstype wat ze daar al heel lang hebben. Dus ja, de lijst gaat door en door. Werk jij veel samen met mensen die komen uit landen waar veel censuur heerst? Jazeker, en we hebben er ook een die nu in Nederland woont. Die komt oorspronkelijk uit Iran, Farhad Furutanian. Waar zit hij? Hij zit daar. Oh, dan ga ik hem even spreken. Aangenaam. Ik wil echt van alles van je weten, maar eerst wil ik heel graag zien wat je doet. Kunnen wij samen misschien een mooie tekening maken? Of een... Samen? Misschien? Ja. Waarom niet? Waar? Daar, op de bord. Zullen we hem daar neerleggen om te gaan tekenen? Ja. Ja?
Oké, verrat. Eigenlijk een blanco vel, zo ja, voelt ja. het. Wat gaan we maken? Ja, ik kan niets anders denken dan de laatste tekening die heb ik gemaakt. Dus, mag ik beginnen? Ja, sure. En zeg alsjeblieft wat ik moet doen. Ja, jij pakt deze. Oké. En blijf wachten. Ja. Oké, even kijken. En wat ben je nu aan het maken dan? Ja, ik teken een kooi. Poort is open. Ja. Dat is een beetje rood, weet je. Ja. Omdat die vogeltjes zijn aan het vluchten. Zo, ik teken een vogel. Oké. Ze gaan eruit. Dus zo tekenen we snel vogels. Die rennen. Ja, doe je eigen manier. Moet jouw vogel worden. Toch? Ja. Oké. Okay. Okay. Ja, nog een. Ja, het is moet, een hering. Maar ze moet ook groter worden, of niet? Nee. Okay. Nee. Nee? Het is geen perspectief. Oké. Okay. Het is gewoon een okay. groot en een kleine kooi. Ze gaan erin. Ja. Ik ga verder, even kijken. Wauw. Zo gaan ze in de grote kooi. En dan zijn ze erg blij. Ze zijn vrij. Oké. Okay. Dat is hoe het werkt. Ze zijn blij. Maar ze zijn steeds in de kooi. Dus ze zijn niet vrij? In hun belevenis wel. Oké. Okay. Niet in ons. En vertel, wat is dan de achterliggende gedachte als ik hier naar mag kijken? Eigenlijk, dit is een heel oude tekening van mij geweest. Die heb ik 1 jaar na de Iraanse revolutie getekend. Toen dacht ik, wauw, we zijn ergens anders beland dan we dachten. Dus, en nu blijf ik tekenen, deed hetzelfde helaas, want het wordt steeds herhaald. Er zijn tekenaars die worden, zeg maar, gearresteerd voor een tekening. Er zijn tekenaars die moesten land verlaten, omdat hebben ze tekening gemaakt die niet helemaal aangepast was bij de wil van de politiek. En zo erg dat moord bijna ook een rol speelt? Nee. Dat niet? Nee, niet dat. Nou, is nog niet gebeurd. Oké. Okay. Dat kan altijd. Dus ja, en dan was revolutie en ik was jong en student. Deden we allemaal mee met de revolutie. En daarna was vrijheid. Toen heb ik eigenlijk, sinds toen begon ik met politiek tekenen. Maar het was voor een korte tijd. Dat was bij eigenlijk alle andere revoluties. Dus voor een jaar van totaal vrijheid, moet ik zeggen. Is het nog steeds gevaarlijk om zo maar zeggen, een tekening te maken die nu gaat over de actuele situatie in Iran? Ja? Ja, zeker weten. Ja, moet je met een heleboel dingen moet je rekening houden. Dus er zijn zogenoemde red lines. Die moet je heel goed zien wat je tekent. Hoe voel je dat er dus constant door de regering op je gelet wordt? Op alles wat je doet, dat je niet vrij kan tekenen? Wat is dat? Dat is vreselijk. Dat is vreselijk. Want dan moet je kiezen. Blijf je zo tekenen, zoals die opdrachten die krijg je van een oppermacht of doe je iets anders. En de meeste tekenaars kiezen voor iets anders te doen. Taxichauffeur of een kleine winkel openen. En ook met internet nu? Met internet, ja, dat kan, maar ja, ik denk niet dat iemand gaat zo'n groot risico nemen. Want als je bekend wordt, dan heb je een probleem. Groot probleem. Heel eerlijk, hè? Wauw. Nee, te gek. Ik wil jullie allebei heel graag bedanken. Ja, het was heel leuk om jullie hier te hebben. Dankjewel, Farad. Oh, graag gedaan. En nog heel veel tekeningen, alsjeblieft. Oké. Okay. Ciao. Ciao. Mijn volgende gast zoekt dagelijks letterlijk en figuurlijk de grens op. Hij werkt op plekken in de wereld waar de mensen het allerliefste weg willen. Hij is oorlogsfotograaf en ik spreek hem hier in Den Haag. Hi. Sol. Hi. Mijn naam is Topos. Aangenaam. Ik ben heel nieuwsgierig naar je werk. Wat ik wel heel interessant vind, want ik zag net toch best wel chockerende foto op de voorpagina van de krant. En dan vroeg ik me af, in hoeverre zoek jij letterlijk en figuurlijk de grens op met jouw werk?
Ja, ik zoek niet heel expliciet de grens op met mijn werk, maar wat je wel wil is dat het werk wat je maakt, zeg maar, een bepaalde invloed heeft. Mensen kopen zo'n krant omdat ze willen weten wat gebeurt er in de wereld. En beeld is daar een hele sterke vorm van communicatie, want je vertelt niet alleen iets, maar je laat mensen ook dingen zien, dingen voelen. En het laatste is natuurlijk bij deze foto heel heftig. Ik bedoel, mensen hadden hier heel veel moeite mee dat dit op de voorpagina stond. Ik had er ook heel veel moeite mee toen ik het meisje ontmoette, van omdat, ja, hoe ga ik dit integer in beeld brengen zonder haar ook te stigmatiseren als slachtoffer. Hè? Dus dat is natuurlijk, later ben ik wel teruggegaan, een jaar na dato, om te laten zien dat Nancy niet alleen dat verschrikkelijke foto, of die verschrikkelijke foto is die we kennen, maar dat Nancy ook gewoon een meisje is nu die een kind heeft en toch kiest voor het leven. Dus dat er altijd meer is achter zo'n verhaal. En waar ligt voor jou die grens van wat je wil laten zien? Want ik kan me voorstellen dat je in gebieden komt waar je dingen ziet die zo verschrikkelijk en vreselijk zijn, dat je dat eigenlijk niet kunt laten zien. Dat is zo. Je wil mensen niet, ik noem het altijd een visueel pak slaag geven met dingen. Dus ik heb in de tsunamis gefotografeerd, daar zie je vreselijke dingen. Maar daar zie je zelf ook niet de reden in waarom je dat op die vreselijke manier moet laten zien. Het is mensonerend, het is heel chockerend. Dus daar zoek je elke keer naar een vertaalslag. Je wil wel die omvang van die ramp laten zien, maar niet de gevolgen daarvan zijn. Heb je wel eens wat meegemaakt? Gewapende overvallen. Ik ben in Darfur toen bijna ontvoerd. Dat heb je daar natuurlijk ook, maar dan waarschijnlijk ging het vooral om de auto. Je wordt bedreigd door soms legers. In Oeganda heb ik heel veel last van het leger gehad, die mij duidelijk maakte dat ik zo in het bos maar kon verdwijnen en dat het dan zo toegeschreven kon worden aan de rebellen die dat hadden gedaan. Je hebt er altijd wel mee te maken, maar ik investeer heel veel tijd in deze verhalen. Dat is mijn sleutel is gewoon zorgen dat je tijd hebt, zorgen dat ik met de mensen werk. En mensen beschermen mij heel veel ook, want die weten, komt hier om ons verhaal te vertellen, neemt de moeite voor hun gevoel vaak om helemaal uit Nederland hier toe te komen om te vertellen wat er allemaal gebeurt. Je werkt vaak in hele strenge regimes. Hoe zit het met de censuur die je wordt opgelegd? Censuur is er altijd, ja. Daarvoor willen ze je niet hebben als fotograaf, dat is duidelijk. Dus daar werk je heel low profile. Ik vertelde Oeganda, had ik het leger achter me aan die niet wilde dat ik mijn werk deed. Albanië, daar vertelde ik verhaal over de hoeveelheid kinderhandel die daar plaatsvond. Nou ja, de regering zei dat er geen kinderhandel was. Je hebt altijd te maken met belangen, maar ook in Nederland denk ik zelfs hoor. Er is altijd een vorm van censuur, dus daar probeer je eigenlijk omheen te werken en deels te gebruiken. Ik heb ook af en toe dat ik denk, nou als leger, laat maar zien wat jullie doen. En dan ga ik er mee, maar wel zelf kritisch zijn over wat ze je laten zien. Zit je in de meest verschrikkelijke, bizarre situaties? En dan vraag ik me af of dat elke plaat die je schiet voor de rest van je leven op je netvlies blijft hangen. Ik ken eigenlijk al mijn foto's uit mijn hoofd. Dat wel. En sommige blijven hier langer bij, zeker. Maar goed, weet je, ik heb ook heel veel mooie foto's die op mijn netvlies. Maar het is wel zo dat ik merk ook wel eens dat als je een deel van een foto snijdt ze ergens uit of dat ik hem direct toch herken. Dus dat ik ken de foto's wel allemaal één voor één uit mijn hoofd. Dat zijn er inderdaad best wel. Uiteindelijk zoek je allemaal, het zijn allemaal verhalen die wel de moeite zijn of wel echt verteld moeten worden. En waarbij je altijd op heftige dingen stuit. En het is ook hoe je zelf in elkaar zit hoor. Ik heb wel eens een moment gehad, we was in Oeganda, heb je heel veel druk door de regering. En je hebt de toestand die er is. En op een gegeven moment was ik het zo zat. En er was een jongen die werd op straat in elkaar geslagen en werd stenen naar gegooid. Maar die jongen was geestelijk gehandicapt. Ja, dat was voor mij echt een moment dat ik echt dat tikkeltje doorsloeg, zeg maar. Dat ik echt zoiets van, nou is het genoeg, ik moet weg uit dit rotland. Om grenzen te doorbreken probeer ik over meerdere media te gaan werken. En het, niet zozeer alleen maar zeg ik doe niet alleen fotografie, ook video. Maar ik doe bijvoorbeeld ook samenwerking met de radio. Probeer het web heel effectief te gebruiken. Probeer mensen zelf, dus ik interview mensen, waardoor ik niet degene ben die het verhaal vertelt, maar mensen zelf een verhaal kunnen vertellen. En dat combineer ik weer met de fotografie. En daar zoek ik continu nieuwe wegen op, nieuwe kanalen. Want uiteindelijk gaat het me niet. Ik ben blij als een blad een mooie serie publiceert. Maar ik ben veel blij als een grote doelgroep het bereikt. Moet ik zo'n afschuwelijke foto laten zien om te laten zien hoe erg het is in een rampgebied?
Of kan ik dat ook op een andere manier laten zien? En als ik dat op een andere manier kan laten zien die hetzelfde effect heeft en hetzelfde belangrijkheid is, dan doe je dat. Heb jij jezelf wel eens gecensureerd? Gecensureerd? Ja, dat is materiaal wat je niet publiceert, absoluut. En dat heeft vaak vooral de reden dat ik daarmee mensen in bescherming moet nemen. Dus ik vertelde het verhaal over de kinderhandel. Als ik niet het gevoel heb dat ik die kinderen met mijn publicatie, of als ik die kinderen met mijn publicatie heel erg in gevaar breng, dan is dat voor mij echt een reden om te zeggen, dan doe ik dat niet. Dan zoek ik een andere vorm om het verhaal te vertellen. En dat is ook wel soms frustrerend hoor, want soms zit je met het effect dat je heel graag een verhaal wil vertellen wat je heel belangrijk vindt. En dat je het wel ziet, maar het soms niet kan fotograferen. Je vertelt er heel rustig over, alsof het bijna normaal is. Is dat ook zo? Ik vind oorlog absoluut niet normaal. Het is alleen, elk verhaal, elke oorlog is anders. Dus het is heel moeilijk om alles onder één ding te typeren. Dus misschien dat ik daarom wat, als ik het over algemeenheden heb in conflict werken, dat je dan toch misschien wat rustig erover praat. Ik ben natuurlijk op dat moment echt mijn werk aan het doen. Hè. Ik moet supergoed presteren om effect te hebben en ben heel geconcentreerd in die periode. Dus ik ben ook niet echt bezig op dat moment met de oorlog als wat het voor mij betekent. Wij zijn toch journalisten, wij hebben bepaalde veiligheden, wij kunnen vaak nog even naar huis bellen. De moeilijkheid is echt voor de mensen. Maar ben je wel eens bang? Ja, absoluut, tuurlijk. Als ik niet bang ben, dan moet ik ermee stoppen, denk ik. Dat is, dan gaat het niet goed. Je somt even een paar dingen op die ik nooit zou meemaken en voor mij heel bizar klinken. Maar echt, dankjewel voor je verhaal. Want het is, ik vind het onwijs fascinerend. Ja. Dankjewel. Oké. Okay. Wat een lef. Dit was het voor deze aflevering. En of je nu de oorlog opzoekt of naar Nederland komt voor een veilige haven, of dat je nu de mensen wakker schudt of van je bed wordt gelicht, helaas heeft kunst altijd grenzen. Wil je meer weten? Kijk dan op de website van Kunstpiloten.